Met vandaag een verslag van ronde 7 van het Nederlands kampioenschap. Het Hypohuis Rally Open. Een verslag van de Vierhouten Pellets Nederland Rally rondom Barneveld. Met Jasper van de Heuvel die vrienden maakt met de plaatselijke politie. Met Jaap van Lagen die vrienden maakt met plaatselijke greppels. En veel rallysportvrienden in Barneveld. De sport leeft op de Veluwe. We beginnen deze aflevering van RTL Rally Report in Nederland. Het is menens voor het Nederlands kampioenschap, het Hypohuis Rally Open. De kampioen mag dan beslist zijn. Dat is geworden Erik Wevers met de Toyota. In Nederland wordt er nog volop gestreden voor de plaatsen 2, 3 en 4. Dit is hoe het kampioenschap eruit ziet na de eerste 6 wedstrijden. Tweede staat Subaru-rijder Nelis Verkooyen met 484 punten. Derde Frits van Eert met 474 punten. En vierde Dirk Garvelink. Die drie rijders mogen in Barneveld gaan knokken voor positie nummer 2. Dat doen we in de wetenschap dat Erik Wevers door familieomstandigheden helaas niet aan de start staat. En het in Barneveld een echte streekderby gaat worden. Jasper van de Heuvel met de Mitsubishi uit Terschuur. Altijd snel, overigens voor de eerste maal in een groep A-auto. En racer Jaap van Lagen uit Wekerom. Hij huurde de Subaru Impreza World Rally Car, waar eerder dit seizoen Theo van den Berg mee aan de start stond. Een goede streekderby die uitgevochten mocht gaan worden op 10 klassementsproeven. 5 verschillende en wie de proefjes in Barneveld een beetje kent, weet dat het absoluut raceproeven zijn. Start van de Vierhouten Pellets Nederland Rally. Ditmaal niet in Barneveld, maar 2 nieuwe proeven rondom Putten. Het begin van het gevecht tussen Jasper van de Heuvel en Jaap van Lagen. Ik ga voor de eerste plaats, maar ik denk als ik een top 3 finish heb dat ik het heel goed doe. Ik weet niet wat het zal brengen. Het is jammer dat Erik er niet is. En de eerste proef zal het uitwijzen. Start van het evenement. We nemen mee naar de eerste klassementsproef van de wedstrijd die gesitueerd is even buiten Putten. De start is daar op de Beulerkampersteeg. De streekderby kan gaan beginnen. Van Lagen heeft een dag getest met de Subaru Impreza. Jasper vertrouwt in dit geval op een auto waarmee Frits van Eert al een seizoen gereden heeft. Begin van de eerste, dus voor iedereen nieuwe klassementsproef van de wedstrijd. Het begin van waar men hoopt een mooi duel tussen Van Lagen hier met de Subaru op de eerste kilometer. En Jasper van de Heuvel met de Mitsubishi. Komt er een secondenduel of komt dat er niet? De eerste proef zit een lange halen in, goede technische stukken en daar pakt Van de Heuvel absoluut zijn winst op Jaap van Lagen. Het verschil op de eerste klassementsproef is maar liefst 10 seconden. En het voordeel ten opzichte van de man rechts, Jasper van de Heuvel, het verschil bij de eerste echte bocht in de wedstrijd is hier al duidelijk. Van Lagen heeft moeilijkheden met de notes die voorgelezen worden, dat is voor hem de eerste keer. En daarnaast gaat het echt razendsnel en moet je veel vertrouwen hebben in de auto en dat is er blijkbaar nog niet. Hoe zit het dan op de tweede klassementsproef van de wedstrijd? Het is de proef bij Hal Vinkhuizen. Proef met lange halen en vooral het einde tegen de gemeentegrens van Nijkerkaan. Prachtig onverhard en een goed snel technisch stuk. Links Jasper van de Heuvel, rechts Jaap van Lagen. De klok bij Van Lagen blijft 5 seconden later stilstaan. Kortom na 2 proeven 15 seconden achterstand. Geen duel dus. Spannend. Wel wat foutjes gemaakt. Maar Nee, dat is erg spannend. Ik had moeite met Frank die elke keer dus voor zat te lezen, weet je, wat ik niet gewend ben eigenlijk. En daardoor maakte ik wat remfoutjes, schoot een keer rechtdoor en daar heb ik wat tijd aan te liggen. Maar 15 seconden, dat is nog niet, dat is niet onhaalbaar om dat in te halen. En het was voor mij dus onbekend terrein Putten. En nu komen we op bekend terrein, dus ik hoop hier wel wat goed te kunnen maken. Ja, goed. Het is een beetje wennen met remmen. Ja, zeg maar na een kilometertje of 6, 7 dan begin je te voelen dat hij achter te hard gaat remmen. En dat betekent dat voor het niet volhoudt. Dus ja, het is niet anders. Jasper van de Heuvel neemt de leiding in de wedstrijd. Van Lagen kan het nog niet volgen. Kan iemand anders zich dan meten aan de tijden van Jasper van de Heuvel? Dus Jan de Winkel met de sterke Renault Clio Super 1600. Nee, hij gaat er op proef 2 vanaf, verliest 7 minuten. Die kun je in principe doorgaan strepen voor een klassering bovenin.
En dan is er nog Frits van Eert, hier op het onverharde gedeelte van Proef 1, samen met Erwin Mombaerts. Hij klaagt meteen al over remproblemen. Het Q-Park team, één auto wordt in deze wedstrijd bestuurd door Jasper van de Heuvel, de tweede hier door Frits van Eert zelf, gaat geen 1-2'tje halen op deze eerste twee proeven. De eerste proef verliest hij de 14, de tweede proef verliest hij de 12. In andere woorden, na de eerste twee proeven ligt Frits van Eert op plek nummer 3 in de wedstrijd. Het is ontzettend moeilijk. Ik denk dat wij zelf de rallies hebben waar het zo hard gaat als hier. En ik heb absoluut onvoldoende verkend, daar ben ik wel achter. Want je komt eigenlijk zo hard een situatie ingevlogen dat je eigenlijk 100% moet weten waar je aan toe bent, want anders dan moet je constant op de rem. Laat ik toch wel wat liggen her en der, ja. Wel jammer. Maar op zich gaat het natuurlijk goed, liggen derde algemeen en dat is prachtig. Vasthouden. Op de eerste twee proeven vallen meer klappen. Dit zijn de laatste beelden van Jan van der Marel, die met pech aan de kant gaat in zijn thuiswedstrijd. Stand na twee proeven. 1 Jasper van de Heuvel, tweede Jaap van Laag op 15 seconden. En derde Frits van Eert op 26 seconden. We hebben de eerste twee klassementsproeven gehad in de Vierhouten Pellets Nederland Rally. Mitsubishi-rijder Jasper van de Heuvel voor de eerste maal een echte groep A-auto neemt verrassend de leiding. De Subaru van Jaap van Lagen kan het tempo op de proeven in Putten niet volgen, maar weet de schade redelijk beperkt te houden, met in de achterhoofd de kleine remfoutjes 15 seconden. Het is trouwens de eerste keer dat Van Lagen van start gaat in een echte World Rally car. Dit seizoen rijdt hij in de World Series bij Renault. Vorig jaar reed hij zijn allereerste wedstrijd ergens in de schaduw in een groep A Mitsubishi. En toen lukte alles. Die schaduw is er nu niet. Nu staat hij volop in de belangstelling, want met een WRC word je geacht vooraan te zitten. Na twee proeven, 15 seconden achterstand op Van de Heuvel. Valt het mee of valt het tegen? Van Lagen heeft vooral moeten wennen om voor de eerste keer met een echte navigator te rijden. Noods te horen iemand die tegen je aan zit te lullen. Voor de derde klasse mensproef heeft hij grootse plannen, want dit terrein kent hij. En daar was hij vorig jaar ook heel snel. Hij weet wel wat hij met de navigator moet doen. Ja, misschien is hij meteen de stekker er even uittrekt. Die stekker ging er dus absoluut niet uit. Maar Van Lagen wil het gaan proberen op proef 3 van de wedstrijd. 18 kilometer lang, rondom de Gardabroekerweg. Een echte raceproef en je rijdt er meerdere rondjes en dus kun je andere deelnemers tegenkomen die later gestart zijn. U ziet het al, Van Lagen treft voor zich niet de minste. Met de Renault Clio, Jan de Winkel samen met Radboud van Hoek. Zo beleven beide mannen de klassementsproef Gardabroekerweg. Jan de Winkel gaf netjes ruimte. Van Lagen gaat er voorbij, maar verslikt zich in een rallytermen bekend slootje, CQ-bocht. Normaal kom je daar never ever nog uit, maar met het gas te ophouden heeft hij geluk en komt er wel uit. Het tijdverlies lijkt hiermee te vallen. Her en der hangt wat prikkeldraad en Van Lagen kan uiteindelijk zijn weg vervolgen. Komt hij achter de Subaru van Turnbull op de weg. Maar één ding is zeker, mocht er ooit nog een gevecht komen om de eindoverwinning, dan is dat nu definitief van de baan. Van de Heuvel, verreweg het snelst op deze proef. Van Lagen houdt de schade nog enigszins beperkt, maar verliest op deze klassementsproef wel de definitieve aansluiting. Blijft wel tweede na de proef Gardabroekerweg. Ik zei het al. Er zit heel veel prikkeldraad rondom de Subaru, maar Van Lagen kan het tempo vervolgen. En hier Jan de Winkel. Hij maakte netjes plaats. Hij rijdt met een verkeerde overbrenging in de Renault Clio voor deze wedstrijd en is aan een inhaalrace bezig na die 7 minuten tijdverlies. En hier de man die zo sterk rijdt op de klassementsproeven. Jasper van de Heuvel samen met Martine Koolman. Verreweg het snelste. Ik zat achter Jan de Winkel en die gaf me plaats. Ging aan de binnenkant ging er voorbij. En dus ik steek hem binnendoor en ik ga weer op het gas, want er lag allemaal grind en zo. En ik glij zo de sloot in en ik vol het gas erop, omdat je 4 wielen aangedreven hebt. Weet je, ik denk, nou, dat trekken er wel weer uit. Dat lukte niet, toen stuurde ik naar rechts, ging ik door het land, door het prikkeldraad, door het lint. En de mensen wezen van, nou, daar moet je eruit, weet je wel. Dus helemaal door het land heen gegaan, uiteindelijk 25 seconden verloren, ondanks dat ik in de sloot ben geweest. Dus, nou, ik heb wel echt wel genoten. We hebben van alles meegemaakt en we gaan nu gewoon op plaats 2.
Na drie klassementsproeven, Jasper van Heuvel aan de leiding. 52 seconden is de achterstand van Jaap Verlagen. Heeft iemand anders dan kunnen profiteren van het foutje van Jaap? Eigenlijk niet. Dit is Frits van Eert, ook op die derde proef. Hij lag derde. Maar schieten hier op de Gardebroekerweg zeer ongelukkig af, ligt hier in de uitremzone niet echt de meest ideale plek om te liggen. In eerste instantie denken ze beide van, nou jongens, game over, want ze hadden al remproblemen de hele wedstrijd. Dan komt het Barneveldse publiek en die weten van geen ophouden. Het duurt eventjes, maar ze komen eruit en kunnen uiteindelijk terug de klassementsproef op. Vele tienduizenden toeschouwers kwamen vanwege het mooie weer afgelopen zaterdag naar Barneveld. Niet alleen om te kijken, maar velen staken ook een handje uit. Want vooral op deze derde klassementsproef werd niet eerder in de editie van de Rally van Barneveld zoveel schade gereden. Gingen zoveel mensen van de weg. Van Eert en Mombaars komen uiteindelijk terug op de klassementsproef, maar besluiten vanwege de tijdverlies en vanwege de problemen met de auto om de Mitsubishi aan de kant te zetten. Game over voor het Q-Park team. Had gehoopt op een 1-2'tje in deze wedstrijd. En Van Eert laat ook dure punten liggen in de strijd om het kampioenschap. We gaan naar de vierde klassementsproef van de wedstrijd. Het verschil tussen Jasper van Heuvel en Jaap van Laag is nu bijna 1 minuut. Dan zou je zeggen, de wedstrijd zit op slot. Deze man ligt nu derde en rijdt erg sterk. Ronald Leemans met de Mitsubishi. 1 minuut en 3 seconden achterstand. De vierde plaats is er voor de Toyota Celica GT4 van Edwin Abbering en Martin de Groot. 1 minuut 8 en dat betekent dat het duel om de derde plaats nog vol bezig is. Abbering is vooral de laatste paar wedstrijden vol in de aanval en dat schijnt beloond te worden. Het gaat super, we staan inmiddels vierde en we kunnen de groep N net voor blijven. Net als in Hellendoorn, dus boven verwachting. De derde klassementsproef van de wedstrijd, de rondkoersproef bij 3Enhuizen, lijkt een beslissing te brengen in de strijd om de eindoverwinning. Problemen zijn er voor Frits van Eert en problemen zijn er voor de nummer 2, Jaap van Lagen. Vrij spel dus voor Jasper van de Heuvel, die echt met grote stappen nu zijn voorsprong uitbreidt. Jasper van de Heuvel, heer en meester, rijdt erg sterk en Jaap van Lagen rijdt nu voor de tweede plaats. Tenminste, dat dachten wij ook. Maar hij besluit op de vierde klassementsproef van de wedstrijd er toch nog een schepje bovenop te doen. Van Lagen maakt straks ook kennis met de nulwagen van Gert van de Heuvel en een sterk optreden van Hans Wijs in Barneveld. Tot zo. Welkom terug in Barneveld. Thuisvoordeel hoeft niet altijd voordeel te zijn. Dat merkt ook Jaap van Lagen op proef 4 van de wedstrijd. Op dit weggetje staat de Keet, waar hij in zijn jeugd veelvuldig kwam. En precies op het punt waar hij altijd zijn biertje dronk in het weekend, denkt Van Lagen, ik doe er een schepje bovenop en is er dit marsveld. Nog een geluk dat hij hier echt de weg kent en er relatief snel weer uit is. Rechts ziet u de Keet staan, maar Van Lagen gaat op deze vierde proef nog eens 17 seconden verliezen. Hoe ziet het er van buitenaf? Hier van Lagen nogmaals door het marsveld. Twee waarschuwingen in twee klassementsproeven. De achterstand nu 1 minuut 9 op Jasper van de Heuvel, die vrolijk rond blijft rijden zonder foutjes te maken. Ronald Leemans staat derde op 1 minuut 26. Edwin Abbering nog steeds vierde. En deze man stormt de top 10 binnen. Ad Smits met de Ford Escort Cosworth. Vijf proeven gehad in Barneveld. We gaan terug naar de twee nieuwe klassementsproeven in Putten die we voor de tweede maal gaan rijden. Het klassement erbij pakkend is dit de stand in de wedstrijd. Eerste Jasper van de Heuvel, tweede Jaap van Lagen. Zijn achterstand dus nu al heel groot. En derde staat, toch verrassend, Ronald Leemans met de Mitsubishi. Voor de tweede boekel in Putten hoeft Van Lagen niet echt vol meer te gaan pushen. Het klassement is gemaakt. Hij wil het tempo met de Subaru nog wel gaan opvoeren om in ieder geval snelste tijden te gaan rijden. Maar dat wordt hem niet echt gegund. Normaliter start de nulwagen zo'n 4 minuten voor de nummer 1 auto. Maar de Colt van de Heuvel, de vader van Jasper, is om onduidelijke en vage redenen veel later vertrokken. En dus komt Jaap van Lagen hem tegen op de proef. Gert krijgt sowieso van Van Lagen een achteruitkijkspiegel A om hem te gebruiken en B om er ook eens in te gaan kijken, want het tijdverlies van Van Lagen is hier veel te groot. Dat mag eigenlijk niet gebeuren. Geklokt is het 14 seconden. Op de proef aan de finish verliest Van Lagen er 7 op Jasper van de Heuvel. Niet meer belangrijk voor het klassement, want dat klassement was al gemaakt, maar het zal je maar gebeuren in een secondenduel. Onbegrijpelijk.
Van Lagen verliest er 7 de eerste maal in Putten. Op de tweede klassementsproef rijdt hij exact dezelfde tijd als Jasper van der Heuvel. Van Lagen duidelijk nu gewend aan het voorlezen van de pace notes. De klassementsproeven zijn rempunten die hij nogal mist in de openingsfase. Nu zijn de tijden beter. Maar het verschil is gemaakt met Van der Heuvel. Dit is Edwin Abbering. Hij verliest in het secondenduel met Ronald Leemans nu wat secondes. En hier Jan de Winkel die na zijn foutje op proef 2 van de wedstrijd zeer sterke tijden rijdt met de Renault Clio Super 1600. We zijn terug op de klassementsproeven rondom Barneveld. Dit is de tweede maal dat we de rondkoersproef rijden. Jasper van der Heuvel samen met Martine Koolman eigenlijk op exact hetzelfde punt als dat van Jaap van Laag en Jan de Winkel. Nu heeft Van der Heuvel teammaatje Evert Bolderij voor zich. Bolderij die strijdt voor de overwinning in de standaardgroep 1 klasse. Later daar meer over. Maar Van der Heuvel blijft snelste tijden rijden. Niemand had antwoord op de tijden van de Terschuurder. Dat had zelfs Erik Wevers niet gehad als hij aan de start was gekomen. Is de winst al bijna binnen? Nee, dat duurt nog 2 proeven. Maar het is probleemloos. Ja, ja. Beetje voorzichtiger, maar gewoon goed doorrijden. Dan moet het goed komen. Tweede keer de proeven, gaat dat makkelijker dan de eerste keer? Nou, ik heb nu gewoon veel netter gereden en dit was een hele snelle. Ik denk dat dit zelfs een scratch is, want hij was bijna foutloos. Op 1 puntje na, dus dat ging erg goed. Ik heb er nu veel vertrouwen in en het gaat erg lekker. En ik denk dat we zometeen nog een paar mooie proeven krijgen. Leemans die rijdt nou per proef wel een seconde of 7-8 harder. Die zet een tandje bij, maar mijn tandjes zijn op. Maar zo blijf ik het super. Ja, Van Lagen rijdt geen snelste tijden. Daar is Jasper van der Heuvel nog steeds het snelste voor. Maar op weg naar proef nummer 9 van de wedstrijd komt Van der Heuvel de plaatselijke politie tegen. Het mag toch niet gebeuren dat de politie hier zorgt dat de leider in de wedstrijd uit de koers genomen wordt. Nee, daar is Van der Heuvel te slim voor. Het is een beetje vaag en onduidelijk wat er allemaal aan de hand is, maar de politie wil zijn punt maken. Maar het antwoord van Van der Heuvel is sterker. Gelukkig kan Van der Heuvel zijn weg vervolgen. Kan toch niet dat een wedstrijd op zo'n manier beslist wordt. Die laatste twee proeven die bijna in het donker verreden worden brengen geen verrassing meer. Van Lagen vertrouwt nu wel op de notes. Rijdt een betere wedstrijd nu, maar het verschil is gemaakt. Rijdt ook geen scratchtijd, want Van der Heuvel blijft tot het einde tempo hoog houden. Ronald Leemans wordt op 3 minuten 18 derde algemeen, vierde algemeen. Edwin Abbering die ons weer verbaast. Want zijn oude Toyota Celica blijft het goed doen. En dit is Jasper van der Heuvel op de laatste kilometers van de laatste klassementsproef. Geen enkel foutje vanaf de eerste meter tempo zo hoog gehouden. In zijn eerste wedstrijd met een groep A-auto, de tweede auto van het Q-Park team, bevestigt hij zijn talent. Samen met vriendin en navigatrice Martine Koolman wint hij de 2005 editie van de Vierhouten Pellets Nederland Rally. Een overwinning waar je absoluut trots op mag zijn. Vierhouten Pellets Industrie Rally 2005. Op 27 november kun je hier in RTL Rally Report een uitgebreid verslag zien van Jaap van Lagen, zijn echte rallyavontuur in een World Rally Car. Met allerlei onboordcameraatjes en diverse analyses van Jaap achteraf bekijken we nog eenmaal zijn optreden in de Vierhouten Pellets Nederland Rally. Jaap van Lagen, is het nou een racer? Of wordt het toch een rallyrijder?